adem, Morticia. Ah. Ik kan echt een helpende hand gebruiken. What? Oh nee, de baby komt eraan. Oh nee, dit. Oh, laat me met rust, jij. Ze is mooi, maar Sherry. Hier komt je eerste speeltje. Oh ja, ze is een Adams. Maar hoe? Wednesday de 13e. Dat was de dag dat Wednesday in deze wereld kwam. Maar vandaag is het al haar 6e verjaardag. Joehoe! Is er iemand thuis? Ik ben je nieuwe oppas. We wachten je al zo lang. Alsjeblieft, zeg hallo tegen Wednesday. Ze is zo'n charmant duiveltje, nietwaar? Oh nee, het spijt me. Ik neem haar niet mee. Alsjeblieft, je weet niet wat je zal missen. Oh, dat had je moeten zeggen. Ik zal goed voor Wednesday zorgen. We zullen de beste vrienden zijn. Wednesday, weer hiermee? Dit is zeer onbeleefd. Geen guillotines voordat we klaar zijn met de thee. Dat is genoeg, ik ben klaar. Deze Wednesday van jou is een angstaanjagend klein monster. Het is behoorlijk saai hier zonder oppas. Wie gaan we nu alweer bang maken? Nou, Lurch staat tenminste altijd klaar om ons op te vrolijken. Het is tijd voor ons meisjes om zich klaar te maken voor school. Dat waren Wednesday's donkerste jaren. Maar ze heeft altijd een vriend om haar gezelschap te houden. Tijd om hem uit te laten voor een wandeling. Oeps. Oh, wat een vreselijk ongeluk. Ik zweer dat ik het niet meende. Fluffy verdiende een betere begrafenis. Wednesday zal hem zich altijd herinneren. Als je afdaalt in de afgrond, weet dan dat ik je altijd zal missen. Mijn medeleven, Wednesday. Fluffy was een geweldige vent. En dat was hij. En niks zal hem wreken. Oh. What? Hebben we gasten? Wat verschrikkelijk. Kom eens hier. Sta me toe je uit te nodigen in mijn eigen gepersonaliseerde kelderkamer. Als je denkt dat dit echt is, de middelbare school wordt nog slechter. Maar Wednesday is klaar voor allerlei ontberingen. Ze is echt eng, hè? Goed, laten we met onze les beginnen. Ik hoop dat jullie aan jullie creatieve project hebben gewerkt. Waarom ga jij niet eerst, April? Ik heb deze tropische plant helemaal zelf gekweekt. En ik denk dat ik te veel mest heb gebruikt. Ja. Dat is een solide 10, April. Goed gedaan. Yay. Hoe zit het met jou nu, Wednesday? Dit zal uw wereld echt op zijn kop zetten, mevrouw Mavie. Tada. Oh, dat is een elektrische stoel. Ik zei het, ik moet het nog showen. Alles wat je nodig hebt is een beetje geleidende vulling en veel elektriciteit. Sla alarm. Jongens en meiden, we evacueren bij voorkeur naar een ander land. Tot ziens, lafaards. Het wordt hoog tijd dat Wednesday leert hoe een echt feestje eruit ziet. Het schoolbal wordt zo leuk. Is dit waar alle dansen en lachen gebeurt? Jij, kom met me mee. Ik geef niet om je smoesjes. Laten we deze dansvloer opblazen. Ik haat dansen, weet je. Zien jullie dit allemaal? Dit wordt een zo harde trend. Denk er maar niet eens aan. Ik haat telefoons. Oh, prima. Oh, dank je, Lee. Dat is zo schattig. Waarom gaan we niet door? Hij is nu van mij, Pinky. Wauw, een beetje grimmig als je het mij vraagt. Maar ze is hier geweldig in. Je bent zo saai, zo muf. Je hebt echt voor me gewonnen. We gaan nu voor altijd samen zijn. Ik ben trouwens Wednesday. De school ligt nu ver achter ons. We moeten ons nu als volwassenen gedragen. Meiden, jullie hebben een gast. Vanavond gaat er oppas voor jullie zorgen. Moeten we dit doen, mama? Veel plezier, lieverd. Ik ben zo terug. Wat? Je hebt coole vlechtjes. Dat is aan je hersenen. Wil je een goocheltruc zien, lieverd? Zie je dit konijn? Oh, cool. Ja, zo pluizig. Je zou er gewoon je hoofd over kunnen verliezen. Heel erg bedankt, Wednesday. Ik hoop dat jullie drie het goed met elkaar kunnen vinden. Oh, wat is er mis met mijn meisjes? Ik heb nu andere kinderen op bezoek.
Mam, pap, zeg hallo. Dit is mijn vriendje. Zijn naam is Dennis. Cara mia, we gaan een nieuw familierecord zien. Ik ben bang, Wednesday. Oh, neem plaats, jongeman. Je kwam net op tijd voor het eten. De maaltijd van vandaag bestaat meestal uit zeevruchten. Het ziet er heerlijk uit, nietwaar? Oh, Wednesday, wil je met me tra... Denk er maar niet aan, Dennis. Gewoon volhouden nu, Wednesday. Wacht tot je de verlovingsring ziet. Dit was een angstaanjagende keuze, Dennis. Tot de dood ons scheidt. Zijn we voorbereid, Lurch? Ik denk dat we mijn moeder zijn vergeten. Maak je daar geen zorgen over, Dennis. De Lurch heeft dat geregeld. Vandaag verbinden we deze twee harten zich voor de rest van hun leven. Ah, wat een donkere dag was dat. Zulke zoete herinneringen. Dokter, ik heb op u gewacht. Nou, Wednesday, het is tijd om naar de baby te kijken. Even kijken. Een jongen? Het moet een jongen zijn. What? Geweldig nieuws, Wednesday. Het is een meisje! Ik heb gewaarschuwd, dokter. Ik wilde een jongen. Zo erg is het helemaal niet, Wednesday. Nee, nooit. Glimlachen is voor losers. Sluit nu uw vrede, dokter. Je maakt een fout, Wednesday. Laat me gaan. Help! What? Huh? Wat is dat? Ah! Ik denk dat het begint, dokter. Goed, kom hier jezelf, juffrouw. Maak je geen zorgen, het is helemaal niet eng. Ah! Hier komt de baby. Oh, is ze niet gewoon het schattigst? Oh nee, ze is in zo'n slecht humeur. Hallo, mijn giftige kleine schorpioen. Studeer hard en haal alleen slechte cijfers, hoor je? Zorg dat je dit bij de hand hebt. Wednesday, waarom zou je dat ooit doen? Ons meisje moet ook leuke, schattige dingen hebben. Wat vind je daarvan, hè, lieverd? Besteed geen aandacht aan je vader. Hij is in een bijzonder goede bui vandaag. Ga nu een vreselijke dag tegemoet. Dit kunnen we niet doen, Wednesday. Je leert haar de verkeerde dingen. Oh, een momentje, lieverd. Njello? Verbrand? De hele school? Oh, wat een getalenteerd jong meisje. Dat is de derde school al. Oh, wat heb je gedaan, lieverd? Het is toch prachtig? Ga zo door. Wednesday komt nu in jaren. Maar haar geest blijft zo jong als altijd. Het bejaardenhuis wordt behoorlijk saai. Waarom vermaken we ons niet met een paar griezelige streken? Weer aan het dolle, Wednesday? Waar heb ik mijn kunstgebit gelaten? Oh, Wednesday, oh, ik haal zo ik zal het je laten zien. Natuurlijk, ga maar eerst halen. Nu is het tijd om onze goede oude vriend te ontmoeten. Maar als het ons wil, zal het ons eerst moeten verslaan. En Wednesday is niet te verslaan. Zie je dat dood? Maak dat je wegkomt. Oh, juist, laat de zijs liggen. Ik vind er wel wat op. Pas op, nerds en pestkoppen van Troom College. Wow. Je kijkt naar een rebel genaamd Mabel. Isai zal je reputatie ruïneren. Ze geeft je elektroshocktherapie. Oh, wauw. Tot ziens, losers. Haar schrikbewind houdt daar niet op. Hier ga je. Neem dat. Wat is er net gebeurd? De directeur aanvallen is compleet krankzinnig. Oh, het zal wel. Wauw, Mabel is zo stoer. Ik wou dat ik vrienden met haar kon zijn. We zitten midden in de pauze. En elke leerling doet zijn eigen ding. Wat ben je aan het schrijven? Niets. Kom op, even kijken. Nee, alsjeblieft, raak het niet aan. Hij is van mij. Harten, wat ben je, 5 jaar oud? Adam, geef het terug. Hoe vind je dat? Au, wat was dat? Wacht even, dit laat ik niet gaan. Ik zal je pakken. Ik ben nog niet klaar met de nerd. Wat hebben we hier? Oh, dat is vervelend voor je. Dat is veel beter.
Nou, dat is zelfs te veel voor een pestkop als Adam. Heb je een notitieboekje naar me gegooid? Het was een ongeluk, ik zweer het. Je zal er spijt van krijgen. Dat is beter. Ga wat rusten. Oh, amateurs. Je bent zo cool. Wil je vrienden zijn? Ja, echt niet. Maar April is vast besloten. Vanaf nu is Mabel haar beste vriendin. Maar dat weet Mabel zelf niet. Wat is er mis met haar? Mabel en April zijn voor altijd beste vrienden. Bah! Hey jij, waar kijk je naar? Maak plaats. Het lijkt erop dat Adam hier niet blij mee is. April ook niet. Waarom negeert ze me? Mabel mag dit probleem oplossen. Kom naar de voorkant van het lokaal. Dat is het laatste wat ik nodig heb. Oké. Je hebt 1 minuut om te antwoorden. April, vertel het haar niet. Maar ik weet het juiste antwoord. Ik heb een idee. Een kartonnen radio heeft me nog nooit in de steek gelaten. Vang dit, ik zal je helpen. Nou, oké. Het is het waard voor een goed cijfer. Hallo. Ja, oké. Bedankt voor je hulp. Oké, de tijd is om. Wauw, Mabel. Je zit vol verrassingen. Wauw. Je bent echt voorbereid. Het lijkt erop dat Mabel van gedachten is veranderd. Hé, jij! Dat is mijn zitplaats. Prima. Ik geef je een kans om mijn vriend te zijn. Yay! 1, 2, 3, 4. Oh, daar is meneer Alex. Oké, klas. Vandaag spelen we trefbal. Laat maar aan mij over. Dus, wie is de eerste? Oh nee! Ren voor je leven! Ze is niet te stoppen. Schiet op! We moeten naar de uitgang. Waar denk je heen te gaan? Oh! Laat me hier, Dennis. Nee, ik verlaat je niet, man. Wat doen we hier? Neem dat! Oh, dat was niet heerlijk. Hey iedereen. Oeps, het duurt nog eventjes. Ja, die arme dingen hebben het slecht. Ik ga klagen bij de directeur. Klaar voor trefbal. Wauw, kijk naar die verdediging. Het zal je niet redden. Dat zien we wel. Haha, gemist. Oh ja? Je hebt erom gevraagd. Oh, mijn schoenveters zijn los. Nee! Oh! Nou, wat is het probleem? Het is maar een spel. De leraar in de maling nemen is Mabel's favoriete hobby. Ja, geweldig. Oh. Meneer Alex, dat was ik niet. Nou, wat verberg je? Mabel, doe je het weer? Tegen het onmiddellijk af. En geen gemaar, jonge dame. Wat doe jij hier? Permanent marker afwassen. Maar het werkt niet. Dat is jammer. Maak je er geen zorgen over. Ik verzin iets. April heeft de juiste remedie. Mentos en cola doen wonderen. Je moet alleen de juiste verhoudingen onthouden. Eens kijken. Laten we wat snoep toevoegen. Oh. Fantastisch, je bent een genie. En je maakt het bureau in een mum van tijd schoon. Goed werk, bestie. Wat zou ik zonder jou doen? Meneer Alex, wat is er hier aan de hand? Ik kan het niet geloven. Hoe is dat mogelijk? What? Ik weet het niet. Oh, Mabel, je bent net op tijd. Nu is het tijd voor de lunch. Ik denk dat ik dit hou. Wat staat er vandaag op het menu? Vers gebak. En nog meer gebak. Wow. Geweldig. Ik hou ervan. Ik ook. Sorry, ik moest blijven voor een toets. Sorry. Alles is op, mevrouw. Haar beste vriendin komt te hulp. Maak je geen zorgen. Ik ga het lekkers halen. Sluit je ogen en tel tot 10. Hey daar! Je kan kijken. Geniet ervan. Help me overeind. Maar Mabel, hoe kan dat? Is dat je bedankt? Sorry voor het ongemak. Ik hoop dat het genoeg is. Sorry, Dennis.
Hier is een grappige sticker. Wauw, dankjewel April. Dat is zo schattig. Adam, jij hebt vast honger. Ja, echt wel. Om nom nom nom. Ik ben dol op taarten. Zie je? Je kunt het altijd goed maken. Je kunt niet ontsnappen aan de roep van de natuur. Hé, oh nee, het is op slot. Wat een slechte timing. Wauw, is er een rij? Hé, doe open. Oh nee, ben je serieus? Oh, dat is geluk. Hé bestie, wat is er mis? Er zit iemand opgesloten en ze komen er niet uit. Ik zal ervoor zorgen. Doe open, wie je ook bent. Wil je niet? Prima. Je hebt erom gevraagd. Weet je zeker dat het een goed idee is? Dat ben ik zeker. Geef me een minuut. Daar gaan we. Bingo! Meneer Alex? Dat is hilarious. Dit zouden we op Instagram moeten posten. Ga hier weg, nu! Oeps. Rennen, April, voordat we gepakt worden. Blijf staan. De presentatie van de tentoonstelling van meneer Alex gaat met pauze. Wow, dat is geweldig. Ja, dat is hilarisch. Oh nee, dit is zeker het werk van Mabel. Dat was eigenlijk heel grappig. Nou, nou, nou. Wat doe jij hier? Dus dat was jij? Geef het terug. Vandaag is Dennis de nerdjarig. En hij nodigde zijn beste vrienden uit. No! Zelfs meneer Alex kwam langs voor een bezoek. Bedankt dat je mijn gezelschap houdt. Ik weet zeker dat Dennis blij zal zijn je te zien. Of niet. Dank je voor het geschenk, Mabel. Kom op. Open het. Ja, kom op. Wees niet verlegen. Je gaat het geweldig vinden. Verrassing. Hier is je nieuwe baby. Ze bijt niet. Ah, een hagedis! Haal het van me af! Waarom doe je dit, Mabel? Geen probleem. Hij heeft gewoon geen gevoel voor humor. Kom op, laten we taart eten. Laat mij het vasthouden. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday, Dennis. Yay! Eerste stuk voor de jarige. Wat heb je gedaan? Je hebt het hele feest verpest. Waarom heb ik je uitgenodigd? Mabel, zo kun je je vrienden niet behandelen. Wat is het probleem? Het is leuk. Uh-oh. Het lijkt erop dat iemand heeft besloten alles te verpesten. Gefeliciteerd met je verjaardag, loser. Oh, is dat een aquarium? Staan blijven. Kijk om je heen. Wat heb je gedaan? Je zou je heel erg moeten schamen voor je gedrag. Diep van binnen wil Mabel gewoon verliefd zijn. Ja. Wat? Dennis de nerd? Ah, mijn crush. Hé, spioneer je me? Ga weg. Ik snap het nu. Bestie, ik zal je helpen zijn hart te winnen. Oef, ze geeft me de kriebels. Laten we eerst een mooie jurk uitkiezen. Wat denk jij ervan? Ik draag eigenlijk geen jurken. En vergeet natuurlijk de mooie schoenen niet. Ja. Het kapsel moet romantisch en licht zijn. Doe de bandana af. Oké, laten we wat blush toevoegen. Oh, je bent zo mooi. Het zit hem allemaal in het loopje. Oh, waar ga je naartoe? Vergeet nooit je rug recht te houden. En lach. Je doet het geweldig. Het moment is aangebroken. Kom op, Mabel. Wees niet verlegen. Net zoals we geoefend hebben. Let op allemaal. Maak kennis met de nieuwe, schattige versie van Mabel. Wauw. Jij bent zo mooi. Knijp me. Het is gelukt. Ik ben weg. Dennis, wil je met me naar het eindfeest gaan? Natuurlijk. Ik zou graag gaan. Mabel, ik heb altijd geweten dat je een lieve meid was. Ach, ik hou van happy endings.